Ernaad. Ja, dit is een momentje natuurlijk in de Ronde van Vlaanderen. Het zijn de mannen van Little Trek en achter in het peloton staan ze stil. Ja, hier staan ze allemaal stil. Pedersen. Mes Pedersen die koers wil maken. Van der Poel zit goed mee in vierde, vijfde positie. Jurgensen is mee met Pedersen. Ja, dit zijn al grote namen, hè. Dit zijn de grote namen. Dit zijn de grote namen. Balle die doorgaat met Turner. En weer Vermeers in de reactie. Ze zijn met 10. Benoot. Ja, in die zin is het voor Van der Poel niet zo slecht. Als hij er straks naartoe kan rijden, heeft hij een ploegmaat voor. Ja, maar gaan ze dan vooraan nog doorrijden? Hè? U wilt er nog doorrijden. En er maakt er eentje de sprong. En kijk eens wie dat is. Het is een witte. Het is het, wat zei ik daarnet. Binnen schietafstand brengen en dan de fusée afsteken. Hier op de Valkenberg naar die kopgroep toe rijden. Het is nu met Pedersen. En Vermeers, die onmiddellijk mee is op het wiel. Yves Lampaert aan het wiel van Mathieu van der Poel. Bij een tweede keer opdraaien van de oude Quaremons. Pedersen met Vermeers. Ja. Eraan begonnen met 13 seconden voorsprong. Lascano met Van der Poel. En Rex, kijk eens naar Rex. Wat we boven gaan zien. Maar die natte kasseien verhinderen ook dat er echt een hele grote explosie komt. Ja, dat weet ik toch nog niet. Die gaan er ook voor zorgen. Ah, kijk, daar komen ze al bij Pedersen en bij Vermeers nog. Van der Poel, die maar moet hij nu al alleen doorrijden? Is. Alleen is. Moet die alleen al is. Doorrijden? We gaan naar een kopgroep van 7. Als Vermeers kan aanklampen. Zoals ik net al zei, is dat wel nodig om hier door te rijden. Hè? Vermeers net niet. Nog een beetje blijven vechten. Ah, en de man die voor Viedman in de bike moet rechten. De man vooraan. Ja, hoe glibberig. Het is echt niet makkelijk, geloof mij. Is toch naast gelopen. En Van der Poel is ondertussen aan zijn move begonnen, José. Dit is heel moeilijk. Het is een glibberig partijtje, een glijpartijtje op de flanken van de Koppenberg. Mathieu van der Poel op de Koppenberg. 44 kilometer van de aankomst. Op weg naar een nieuwe zege in een monument. Mathieu van der Poel, de vliegende Hollander, wint als wereldkampioen de 108e Ronde van Vlaanderen. Ook hij is steendood.